최고! Was dat lekker, kinders? Dat is dan 50 euro. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Retro Kings Matty's Game Room. Het is weer tijd om een multiplayer game te spelen. PP man, ben je zo? Het is tijd voor Street Gangs. Deze game heet in Amerika River City Ransom en is later uitgebracht als Street Gangs in de PAL-regio's. Serieus, waarom veranderen ze de naam in zoveel games? Maakt het af en toe echt verwarrend. Het is een open wereld actie roleplaying beat'em up game voor de NES. Het is ontwikkeld door Technos Japan en oorspronkelijk uitgebracht in Japan op 15 april 1989. Het is de derde game in de serie, uitgebracht voor de console. Vorige delen waren Renegade en Super Dodgeball. Net als zijn voorgangers had Street Gangs grote veranderingen in zijn verhaallijn en grafische presentatie. Tijdens de localisatie om het spel beter verteerbaar te maken voor de westerse markt. Het was een van de eerste console games die werden uitgegeven door American Technos, een dochterbedrijf uit Noord-Amerika. Het verhaal is ook erg simpel. Je vriendin is gevangen genomen door een rival gang en het is jouw taak om haar te redden. Op het eerste gezicht lijkt dit erg op een standaard beat'em-up. Maar dat is het zeker niet. Het is namelijk een open wereld stijl game met RPG elementen erin. In plaats van dat je van scherm naar scherm gaat en vijanden verslaat, moet je naar verschillende locaties toe gaan om verder te komen in de game. Vijanden laten ook muntjes vallen op de grond nadat je ze verslagen hebt. Met die muntjes kun je je stats aanpassen met verschillende soorten eten, die je kan kopen in verschillende shops. Dat die medewerkers zich niet rotschrikken is mij een vraag. Ik bedoel, ze eten letterlijk alles in één hap op met bord en al. Serieus, als ik dat zou zien zou ik echt flippen. Maar met dat geld dat je verdient kun je ook verschillende technieks kopen om sterker te worden in de game. Het kan erg handig zijn, want sommige vijanden kunnen heel snel je levens drainen. Het enige probleem is als je doodgaat, want je raakt de helft van je geld kwijt. Daar gaat al dat geld grinden. Je kan het terughalen met een paswoordsysteem. Maar Jezus, wat is dit dan? Dat is een van de langste paswoordsystemen ooit. Je bent net zo lang bezig met invoeren als dat je het gewoon terugverdient. En om het nog erger te maken, het heeft hoofdletters, cijfers en gewone letters. En als je één fout maakt, ben je je save kwijt. Maar laten we niet vergeten, je kan ook een sauna nemen tussendoor. Want ja, waarom ook niet?
De moeilijkheidsniveau is een beetje all over the place, want sommige stukjes zijn pretty easy. Maar andere stukjes komen opeens hele snelle vijanden die jou heel snel af hebben gemaakt. Daarom is het ook belangrijk om bij sommige stukjes met veel makkelijke vijanden te gaan grinden voor muntjes, zodat je goede stats hebt en sterke aanvallen. Zoals ik al zei, is het een open wereldachtige game, dus je moet ook backtracken. Vroeger, toen ik dit game speelde, snapte ik er niks van. Ik kwam op een gegeven moment bij een deur en daar kon ik niet langs, omdat je op een gegeven moment dus terug moet gaan om een baas te verslaan. Het is niet echt een lange game, je zou hem zo ongeveer een anderhalf uur kunnen uitspelen. Maar het is zeker de moeite waard. En als het kan, speel het met iemand samen, want dat maakt de ervaring alleen maar leuker. Er zijn ook remakes van de game uitgebracht op de Sharp X68000, PC Engine en Game Boy Advance. De NES-versie werd ook later uitgebracht op de Wii en Wii U Virtual Console. Er is ook een vervolg op Steam gekomen, genaamd River City Ransom Underground. En op de 3DS genaamd River City Tokyo Rumble. Er zijn ook veel soort sporttitels uitgebracht waar ze dezelfde sprites gebruiken van deze game. Maar voordat we afsluiten, laten we de game uitspelen. Een van de moeilijkste bazen zijn de Twins. En holy shit, je hoort hier de Double Dragon Team! Zo, dat is voorbij. Nu is het tijd voor de final boss. Oké, final boss. You ready? Let's do this. Wow. That was easy. Ze hadden die Twins als final boss moeten doen. Deze gast is een pushover. Maar ja, game dus uitgespeeld. Zoals ik al zei, is deze game erg leuk in co-op en is zeker de moeite waard. Eén player mode kan je uiteraard ook doen. Alleen kunnen sommige vijanden je van twee kanten aanvallen en dan maak je geen schijn van kans. Dus raad hem aan om hem samen met een vriend te spelen. Nou, dit was hem dan alweer. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Eerst even naar een restaurant gaan en alles in één hap opeten. Want ik heb weer trek. En ik heb net 20 cent gescoord. Dus we kunnen wat halen. Let's go.